ben Jacco Geurts. Ik kom uit de provincie Gelderland. Ik woon in Voorthuizen. Tot mijn 31ste had ik niet zoveel met politiek. Echter in 2001 werd ons bedrijf geruimd wegens de vermeende mond- en klauwzeer. De manier waarop de overheid omging met mens en dier heeft me geraakt. En dat is achteraf ook de reden waarom ik in de politiek gegaan ben. In die tijd is ook mijn geloof in God op de proef gesteld. Maar ik geloof in leiding van mijn leven en dat heeft me ook in Den Haag gebracht. Vanuit mijn eigen boerenervaring en met mijn gezond boerenverstand kom ik in de Kamer op voor boeren, tuinders, fruittelers en vissers. En zij verdienen een eerlijke boterham. Maar sta jij nou ook alweer in de melkput? Ja, iedere ochtend. Echt waar? Ja, we beginnen samen, we melken eigenlijk de hele ochtend samen. Wat gezellig. Ja. De grootste euvel is de onzekerheid op het moment. Ik weet niet waar je aan moet voldoen. Maar hoe probeer jij die onzekerheid voor jezelf en je bedrijf toch wel wat meer zekerheid te geven? Blijven investeren. Ja, je ding blijven doen. Ja, en dan de rest is gewoon vooral afwachten. Ja, ik voer veel gesprekken met ondernemers aan hun keukentafel. Daar delen ze hun zorgen, maar ook hun oplossingen voor die zorgen. Wat ik op dit moment veel tegenkom is dat ze de overheidsmaatregelen niet meer aan hun kinderen kunnen uitleggen. En dat ze hun kinderen ook afraden om bedrijven over te nemen. Dat doet pijn. En daarom is het tijd voor verandering.